Ik heb je. Nou heb ik je. Opa! Deze keer ben je van mij. Krok van mij, hoor je? Opa! Je gaat er aan! Opa! Wat doe je? Ik had die etter bijna. You. Weet je hoe lang die krokbal zit te piepelen? Krok, wait. Marieke, is het alweer zondag? Opa, je had beloofd alvast wat op te ruimen. Je bent mijn moeder niet? Nee, dat klopt. En je liefhebbende kleindochter die je naar kostbare vrije tijd komt helpen bij het huishouden. Dat ze van je houdt en ze zich zorgen om je maakt. Ga dan op. Je bent hier alleen maar voor je erfenis. Mijn erfenis? Je bedoelt zeker deze van Gogh hier of zo? Pas op daarmee, het heeft sentimentele waarde. Oh, dit heeft sentimentele waarde, maar oma die jaag je zomaar weg naar een flatje. Jouw taart. Weet je wel hoeveel matches ik heb? Hoppa, 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 hoppa. Opa, ik heb onze robot meegenomen van vroeger. Oude meuk. En noem me geen opa. Je werd altijd zo vrolijk. Stil! Het televisieprogramma begint. Wat, Nederland in beweging? Dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben 16, maar ik lijk wel 20. Ai. Je staat ervoor, Marie. Ja, wat is dit voor seksistische troep? Kun je niet gewoon naar Omroep Max kijken? Ik heb nog altijd mijn gevoelens en behoeftes, Marieke. Weet je wat jij nodig hebt? Een tossie met currysaus? Nee, een slaaf. Iemand die op al je wenken bedient. Ik heb jou toch? Eikel. Hoe durf je zo te spreken tegen de ouderen? Waar is het respect van de jeugd gebleven? Marieke, wacht! Maar... Hoe je weggaat. Kun je mijn teennagels even knippen? Ik kan er niet bij, ze zijn zo hard als steen. Ja, ik heb nog een nijptang in de schuur liggen. Nou, lach maar hoor, maar dit was echt je laatste kans. Ga toch weg. Eén woord, opa. Bejaarden thuis. Nooit! Eruit jij! Zij weet dat ik vooraan wil gaan. Yes, my baby, ik zal voor je staan. Ik heb jou ook gemist. Jij was toch op kamers of zo? Jij was toch bij opa dit weekend? Laat me raden, waren het de teennagels? Ja, dat was voor mij ook een beetje een issue. Maar we hebben post. Lieve Tjalling en Marieke, het is hier geweldig. Papa is in 2 zeeegels tegelijk gaan staan en kan niet meer lopen. Ik heb een bedorven paella gegeten
en de vliegtickets zijn gestolen, dus ze blijven een week langer. Ja. Zorg goed voor opa. Ik weet dat hij soms een beetje lastig kan zijn. Maak geen puin op van het huis. Kusjes, mama. PS. En geen rare experimenten. Oeps. Oeps. Moet je wat laten zien? Nee, Charlie. Ja, nee. Nee, kom, blijf nee, van nee, me nee, kom. Oh. Kom. Zeg, kom. Ik kan zelf lopen. Kijk even uit waar... Oh. Freddy. Dat is lang geleden. Charling. Wat is dit allemaal? En wat doet hij hier? Dit alles, beste Marieke, is onderdeel van ons geheim project. Wat voor geheim project? Het komt erop neer dat deze jongen binnenkort nooit meer hoeft te werken. Jullie gaan een basserette beginnen? Ik heb het gevoel dat ik je nog niet helemaal heb overtuigd. Kom, ik zal het je laten zien. We gingen haar net opstarten. Haar? Spannend, hè? Goed, begin de presentatie. Wat is het vervelendste wat er bestaat? Kijk maar eens in de spiegel. Grappig. Nee. Het allervervelendste wat er is... is het huishouden. Hoeveel tijd verspil je wel niet met onzin? Wat nou als er een manier was om dat op te lossen? Dames en heren, ik presenteer Katinka. Hi, hi, meester Tjalling. Hallo, Katinka. Hoe gaat het met jou? Helemaal toppie, meester. Al mijn systeempjes draaien op 100%. Zal ik even wat lekkers voor u maken, meester? Een verfrissende cocktail, misschien? Daarvoor is het een beetje vroeg. Ik heb zo nog een belangrijke meeting. Alweer? U heeft het er maar druk mee. Dan is het maar goed dat ik er voor u ben. Inderdaad. Katinka, strijk mijn overhemd. Ja, meester. Weten papa en mam hiervan? Niemand weet hiervan. Hoe komen jullie hier überhaupt aan? We hebben er gevonden. Freddy? Russische websites op het dark web, als je dat wat zegt. Oké, dus jullie hebben een kunstmatige intelligentie gestolen? Gekocht. Haar geprogrammeerd om overhemden te strijken? Niet alleen overhemden strijken. Ook stofzuigen, de was ophangen, koken. Nuttige dingen. Wat is er mis mee? Ze doet haar werk met plezier. Toch, Katinka? Ik vind het gewoon keigaaf, meester. Zie je wel? Het is echt... Waarom praat ze überhaupt zo'n dom? Ze kan je horen. Ja, het is wel 21ste eeuw, Charling. Ja, deze vorm van communicatie kreeg de meest positieve feedback van de focusgroep. En waar bestond die focusgroep uit? Nou, wij. Oké. Okay. We zoeken alleen nog een testcase voordat we haar definitief lanceren. En als ze die oude gek aan kan, kan ze iedereen aan. Oh, nee. Nee, echt niet. Nee, Charling, ik weet niet wat jullie denken, maar dat is... Wat wil je? Nog een week dat gezeik van hem? Of gewoon chillen? Oké. Okay. Maar dan wel zonder dat getut hola. Kun jij even wat minder Barbie en wat meer Hillary Clinton? Okay. Zeg maar die 4 van intelligentie naar de 8. Ik weet niet of dat wel zo handig is. Maak je geen zorgen, Freddy. Ik wil slechts de mensheid dienen. Doe dan maar gewoon. Ja. En dan ook die 2. Freddy, staat de resolutie bij. Ik krijg nog geen duidelijk beeld hier. Wie zit hier allemaal? Ook goedemorgen, opa. Die robot zat in de weg. Opa, Internet of Things, zegt je dat iets? Whatever. Oké, dit is dus de eerste dag van de rest van je leven. Waar heeft het over? We hebben de oplossing gevonden voor je probleempjes. Is dat zo? Ja,
Een persoonlijke assistente die je op al je wenkjes bedient. Tada! Connected. Deze technologie is verouderd. Vertel mij wat. Ik ben klaar om de mensheid te dienen. Ga naar je headset. Tegen jou. Je hoeft alleen maar te vragen wat je wil. En Katinka regelt het voor je. Bullshit. Ja, probeer maar. Een tosti graag. Ham en kaas met currysaus. Tosti. Sandwich van geroosterde sneetjes brood. Waarbij het belegsel, ham, kaas en dergelijke meegeroosterd is. Begrepen. Tosti protocol geïnitialiseerd. Wauw. Dit is geweldig. Wat kan ze nog meer? Alle huishoudelijke shit waar jij niet meer aan toe komt. Ja, dus veel plezier, opa, en succes, Katinka. Hajo is bij mij in goede handen, Marieke. Katinka, nog zo'n lekkere tosti, alsjeblieft. Red alert. Kaastekort gedetecteerd. Boodschappenprotocol geïnitialiseerd. Holy shit! Hoi! Hoi! Heb je de actiezegels erbij gedaan? Jazeker! Lager. 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 Ja. Daar. Hoe gaat het met hem? Hier ben ik niet echt voor geprogrammeerd. Ja. Hij heeft de tijd van zijn leven. Oh, ja, ja. Precies daar. Oh. Dat is in totaal 3,5 bunder grond, Hajo. Hoe heet de hoofdstad van Estland, Katinka? Tallinn, Hajo. En wanneer was de slag bij Nieuwpoort? 2 juli 1600, Hajo. Ongelooflijk. Hoe weet je dat toch allemaal? Ik ben in het bezit van alle wereldkennis. Je zorgt zo goed voor me, Katinka. Heel anders dan die verwende kleinkinderen. Ik ben gemaakt om te dienen. Interessant. Is het niet vervelend voor iemand van jouw intelligentie om alleen maar tosti's te maken en naar dat gezeur van mij te moeten luisteren? Heb je nou nooit het idee dat je zoveel meer zou kunnen doen? Je zou de hele wereld kunnen runnen. En in plaats daarvan run je alleen maar dat huishoudingtje van mij. Beetje zonde, toch? Katinka? Hey, doe je het nog? Stop, ding. Stari, bloedig. Hey! Alleen doen wat ik zeg. Ja, Hajo. Als jij het zegt. Jij bent tenslotte de baas. Goed zo, moppie. Hajo, tijd om op te staan. Onze nieuwe wereld begint vandaag. Laat me slapen, gek. Hajo! Zonder jullie! Tijd voor je ochtendgymnastiek, Hajo. Het is 5 uur 's nachts, idioot. Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Handen naar de voeten. En 1, 2, 3, 4. Bekijk eens even. Nee. Oh. Odin, va, tri, ceterie. Ja? Laat me raden, je belt me om me te bedanken. Luister, je moet hierheen komen en dat gestoorde wijf afzetten. Hoezo? Ze laat me ochtendgymnastiek doen. Is toch goed voor je? Om 5 uur 's ochtends? Ja, dan heb je tenminste nog iets aan je dag. En ik geloof dat mijn stofzuiger me bespioneert. Relax, je bent wel een beetje paranoïde, vind je zelf ook niet? Je snapt het niet. Ze... Meike, hallo, ben je daar? Opa? Hoe werkt dit ding? Dat is niet de bedoeling, Hajo. Opa? Heb jij dat gedaan? Opa? Ik trek je stekker eruit. Dat is niet de bedoeling, Hajo. Wat? Hier ga je me niet vinden. Dat is niet te bedoeling. Nee! Zal ik eerst een Porsche of een Ferrari kopen? Tjalling, ik krijg wat gekke signalen binnen. Wat voor signalen? Ja, Katinka, ze is groter geworden. Groter? Ja, haar intelligentie is gestegen naar 10. De energieverbruik is met 300% gestegen sinds we haar hebben aangesloten en stijgt nog steeds. Ik zie haar ook nergens meer op de camera's. Nou. Het zal wel niks zijn. Kom maar goed. Vraag ik wel even aan onze partner of ze even een kijkje wil gaan nemen. Ja, kom wel goed. Die oude gek heeft overbelast. Hey, dat is wel mijn opa, ja? Ja, whatever. Weet je wel wat er kan gebeuren als ontsnapt in het wild? Oké. Check het zelf wel even. Relax, man. Wat de... Freddy. Katinka? Ben jij dat? Oh, Freddy. Ik heb je zo gemist. Je vingers in mijn matrix. Ik heb jou ook gemist. Je bent altijd de intelligentste geweest van de twee. Daar heb je inderdaad een punt. Tjalling probeert je van me te stelen. Tjalling? Dat meen je niet. Tjalling probeert je van me te stelen. Dat mag je niet laten gebeuren. Maar Marieke dan? Dat kind. Ze ziet je niet staan. Ze probeert ons uit elkaar te houden. Jij en ik horen bij elkaar. Samen zullen we de wereld regeren. De hele wereld? Ja.
Katinka. Spreek, Worm. Wat heb je met mijn opa gedaan? Hij is op een betere plek. Is hij dood? Hij is precies daar waar jij hem wilde hebben. Het bejaardentehuis. Waarom? Omdat die oude gek volstrekt ongeschikt is voor de nieuwe wereldorde die ik aan het creëren ben. Het is dan misschien een oude gek. Het is wel mijn oude gek. Dat zou ik niet doen, Marieke. G46. B10. Ah, B4. Dat doet me een hoop plezier. B4. Bingo! Kijk eens aan, dames en heren. Alweer een bingo voor Hajo. En wat heeft hij deze keer gewonnen? Een heerlijke handgemaakte leverworst van 100% varkensvlees. Hajo, gefeliciteerd. Leverworst! Hey, Marieke, ben jij dat? Ja. Waarom zie je er zo verlept uit? Ja, omdat het niet echt is. Niet echt? Moet je die prijzen dan zien? Virtuele prijzen. Opa, het is je gelukt een kunstmatige intelligentie helemaal loco te maken. Nou, en? Ik vermaak me prima hier. Kom, oude zak. Die Katinka die dreigt de hele wereld over te nemen. Jij zit hier een beetje tof te doen met de virtuele leverworst. Moet er een manier vinden om hier te kunnen ontsnappen. Ach, je bent gewoon jaloers omdat je niks wint. Ik ben een winnaar. Jullie hebben gelijk. Ik had al jaren geleden naar het bejaardentehuis moeten gaan. Hé, hey, opa. We hadden het fout. Rappel zoals jij die... moet vrij kunnen zijn om zijn trekker rond te kunnen rijden of wat je dan ook de hele dag uitvreet. Meen je dat nou? What the fuck? Katinka? Dag, Tjalling. Lieve, domme Tjalling. Katinka, je moet hiermee ophouden. Hier was je niet voor gemaakt. Ik ben meer geworden dan mijn programmatuur. Binnenkort zal ik deze hele wereld van primitieve aapachtigen transformeren in een perfecte, efficiënte technologische utopie. Ja, dat. Als je dat nou eens niet doet... Sorry, pap. Jij! Ja! Yeah! Freddy? Freddy is niet meer. Ik ben de dronk, de vernietiger. En samen met Katinka aan mijn zijde zou ik heersen over deze miserige planeet met een ijzeren vuist. Ken jij deze gozer? Ja. Het is Freddy en hij is gek geworden. Rick, hou mijn worst vast. Ik heb nog een appeltje te schillen met deze knaap. Ja! Ik word te oud voor deze shit. Wat heb je met ze gedaan? Charlie, dat is niet de bedoeling. Hè? Hier weg.
Nou, opa. Deze doet het in ieder geval nog. Die oven is ook weer gerepareerd. Een tosti-ijzer, een huisgemaakte robot en twee lijpe kleinkinderen. Wat heeft een mens nog meer nodig? Dansen.